Riekele Bijleveld, je werkt bij de Rabobank. Wat doe je bij de Rabobank? Ja, momenteel werk ik bij afdeling innovatie van de Rabobank, groep ICT moet ik zeggen. En bij Rabobank houd ik me bezig met hackathons. En in juli heb ik dan de Dutch Fintech Hackathon georganiseerd. En verder zijn we nog als Rabobank betrokken bij meerdere hackathons. En kijk ik mee welke lessen kunnen we uit hackathons leren. En ja, voor ons als Rabobank is het een nieuw concept om met innovatie bezig te zijn. En we willen gewoon daarvan leren eigenlijk. Ja. Waarom is het belangrijk voor jullie? De fintech-wereld is gewoon ontzettend snel groeiend. We zien zoveel ontwikkelingen. En fintech is financiële technologie, hè? Voor wie daar even voor degene meteen dus door heeft. Ja. Vooral, ik zit, wat ik zei, bij groep ICT. En er zijn zoveel mogelijkheden om met ICT het betalingsverkeer of sowieso de financiële wereld te veranderen en te verbeteren. En als bank willen we daarin meegaan. Dat vraagt gewoon heel veel onderzoek en het vraagt heel veel creativiteit. En wat je ziet is dat fintech startups, maar ook buiten de bank, gewoon al die ideeën leven. En daar willen we eigenlijk zicht op krijgen en willen we deel van zijn. Ja, je zei het al, die fintech hackathon georganiseerd. Ja. Vertel daar wat over. Wat heeft dat opgeleverd? Ja, dat was in juli dus dit jaar. Het was een ontzettend gaaf event. Het was tegelijk met WK en 3 dagen en dan iets kleinschaliger dan deze. Maar wel hele fanatieke teams. Ontzettend goede sfeer. En wat het heeft opgeleverd zijn gewoon 15 pitches met gewoon steengoede apps. En dan heb ik het over back-end, front-end, UX. En gewoon heel goed nagedacht van wat is eigenlijk de next generation in finance? Want dat was ons thema, next generation finance. Hoe gaat de toekomst eruit zien op het gebied van betalingsverkeer, op het gebied van betalingsmiddelen? Nou, een aantal teams, sowieso is daar natuurlijk een winnaar uitgekomen. En met een aantal teams zijn we als Rabobank nu ook in gesprek van, wat kunnen we hier verder mee? Hoe gaan we dit doorontwikkelen? Gaan we deze apps misschien tot leven brengen? We hebben ideeën om sommige punten die daaruit zijn gekomen te gaan integreren met bijvoorbeeld MyOrder. Nou, daar worden dus nu gesprekken over gevoerd. Ja. Geef eens een voorbeeld van wat jij vindt dat een mooi idee was dat die daar ontwikkeld is. Nou, bijvoorbeeld PGL is een van de mensen waar ik dus recent nog mee gesproken heb. Dat is dus een manier waar ze nagedacht hebben, oké, als wij naar een webshop gaan, dan duurt het lang voordat we kunnen uitchecken. We hebben aan de ene kant hebben we dus bedrijven die het betalingsverkeer regelen. Nou, aan de andere kant hebben we dus een bedrijf dat een product verkoopt. Maar er zitten allemaal stappen tussen voordat dat eindelijk geregeld is, dus dat het betaald is. Terwijl de klant al lang besloten heeft dat hij iets wil kopen. Nou, door het integreren van QR-codes en door een soort app te maken waarin alle gegevens van de klant eigenlijk al staan, kan hij in één keer, dit product wil ik scan dat en wordt het product gekocht. Dus daardoor wordt het betalingstraject heel erg verkort. En we zien juist dat binnen dat betalingstraject heel veel klanten afhaken. Dus als je dat weet te versnellen, dan kun je dus ook omzet vergroten voor bedrijven. En voor banken is het natuurlijk interessant, omdat zij dan in één keer deel van worden. Ja, hey, eventjes over wat jullie zelf geleerd hebben. Dat deel je weer met anderen, want jullie hebben, een pakket gemaakt? Ja, we hebben dus nu net op onze website ook www.dutchfintechhackathon.nl/hackpack. Onze hackpack staan. En dat is eigenlijk om hackathons te kunnen organiseren. Er zit van alles in. Dus draaiboeken moet je aan denken. Tijdslijnen, planningen, communicatieplannen, promotie, onderdelen. En eigenlijk wat we daarmee willen doen is het stimuleren van die fintech-wereld. En dat meer mensen eigenlijk bezig gaan met het ophalen van die ideeën. Met het ontdekken van de mogelijkheden. En je zegt het is nog maar recentelijk online gekomen. Ja. Dus ik neem niet aan dat je al voorbeelden hebt van mensen die met jullie draaiboek iets georganiseerd hebben. Nee, het is vrijdag online gekomen. Ook eigenlijk met de gedachte van ja, hier komt nu de Open Dutch Hackathon. En dat kunnen we meenemen. Er lopen hier allerlei mensen rond die ook in die wereld zitten. Die expertise hebben en die misschien zelf wel denken van ja, het hoeft niet zo groot als de Dutch Open Hackathon. Het hoeft niet zoals wij het gedaan hebben met de Dutch Fintech Hackathon. Maar het idee van dat brainsourcing, dat je gedachten van mensen samenbrengt, dat kan natuurlijk op allerlei manieren worden ingevuld. En door zo'n pakket aan te bieden hopen we ook dat mensen ons daarbij willen betrekken en dat wij mogen meekijken. Ja, er zijn best veel hackathons. Loop je niet het risico dat we straks hackathonmoeheid krijgen? Ik denk het niet. Sowieso is dit best wel een aparte tak van sport. Hè? De fintech hackathon is natuurlijk iets anders.
En de betrokkenheid van corporates is ook nog maar net, zou ik eigenlijk willen zeggen, in West-Europa en dan vooral in Nederland aangekomen. Duitsland en Frankrijk zijn er alweer wat verder in. Amerika is sowieso heel erg hot hackathons. Dus ik denk dat er nog best wel een markt open ligt om dit concept uit te buiten. Goed, we gaan hem downloaden en we gaan hem bekijken. Dankjewel. Nou, super. Succes. Ik hoor ook heel graag het resultaat. Ik hoor heel graag wat de plannen zijn. En er staat ook contactinformatie in. En mogelijk kan Rabobank ook daar deel van zijn. Dankjewel.